Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty Black Ops 3. Vandaag spelen wij, zoals je ook wel kan zien, een domination potje 6 tegen 6 op de map Evac. En wat wij natuurlijk... Oh, serieus? Nee! Oh, jij vieze pussy ouwe! Boy, yo, dat moest er even uit hoor, sorry. Je hebt een... Ja, oké, ik had niet verwacht dat die stomme tripmine daar had liggen, joh. Maar ja, maakt niet uit! Als die hem op die manier wil killen, hey, dan moet hij dat lekker doen. Dat is zijn tactiek, dus dan moeten we die tactiek natuurlijk aanvaarden, ook als een man. Maar wat wij vandaag gaan doen is, we spelen 6 tegen 6 potje op Evac, zoals ik net al zei. Met de XMC in mijn handen, oftewel natuurlijk de MSMC van Black Ops 2, maar dan natuurlijk in Black Ops 3. Maar ja, voor de rest gewoon precies hetzelfde wapentje. Alleen, ik vind de Ace XMC, vind ik echt vele malen chiller dan de MSMC was op Black Ops 2. Terwijl de MSMC op Black Ops 2 echt ook al super beast was. Dus eigenlijk hebben ze de MSMC hebben ze nog beaster gemaakt op Black Ops 3. Waardoor ik er natuurlijk nu ook mee speel. Ik heb Aasen als scoresties. En dat is best wel een rare setup, al zeg ik het zelf. Namelijk als eerste de leidingstrijk. Als... Jij moet even leren snipen, denk ik, vriend. Want ik ga je nu killen namelijk, als je het niet erg vindt. Dank je. Als tweede de Talon. En als derde nog eens de Raps. En normaal gesproken gebruik ik dat eigenlijk nooit zo'n setup. Want ik heb natuurlijk, zoals jullie weten, bijna altijd wel gewoon een UAV aanstaan. Maar ik dacht, ik ga het een keertje anders doen. En we zetten een keer geen UAV aan, maar we zetten allemaal killende scorestreaks aan. Om te kijken hoe dat eigenlijk gaat verlopen. Dus vandaar dat ik het vandaag een keertje zo heb gedaan. Een keertje wat anders natuurlijk hoort er ook bij. Ik gebruik wel als specialist de Tempest. Want die is en blijft echt super beast natuurlijk. En oh, ik heb mijn apps. Oh, dat scheelde niet veel. Dat scheelde. Er zit er een achter me. Die heeft mijn talen kapot gemaakt. Is niet zo heel erg, moet ik zeggen. Maar... Oh, oh, maat! Je bent geoond! Je bent keihard geoond! Mijn talen is helaas wel kapot. De enemy zit op de aanvlag. En ik moet zo meteen ook een wapentje gaan oppakken. Dus ik moet heel eventjes gaan opletten hier. Kijk uit voor die tripmine, want dan gooi je hem weer namelijk. Ik weet even niet meer waar ze nu zijn. Die Hellstorm is van ons, daar heb ik sowieso geen last van. Goed gedaan. Ah, nee, ja, ik ben langzaam gelopen. Dat is eigenlijk mijn schuld, ik ben serieus langzaam gelopen. Het is natuurlijk de map Evac, zoals je ook kan zien. En wat het ook zo is op de map Evac, is dat je scoresticks eigenlijk nou niet echt heel erg veel doen. Dus dat is natuurlijk ook wel weer iets wat je een beetje... Ah, hij zit helemaal daar. Wat je een beetje in de gaten moet houden, want scoresticks in deze map... Ja, weet je, ze kunnen overal opstaan, dus eigenlijk doen de reps niet heel veel. Maar, als zij een vlag gaan pakken, natuurlijk een B-vlag bijvoorbeeld, dan worden ze wel gewoon door die reps gekild. Dus dat is wel echt gewoon super chill. Want daardoor hou je eigenlijk die twee vlaggen en weer natuurlijk ook eigenlijk zo goed als automatisch weer het potje. Ik heb bij de way op mijn MSMC stok staan. Dat gebruik ik normaal gesproken ook nooit op submachine guns. Maar ik vind het op deze XMC vind ik het eigenlijk best wel chill om te gebruiken. Puur omdat ik er echt super, super snel doorheen en weer kan rennen. Terwijl je ingezoomd bent natuurlijk. Ik weet dat je naast me zit. Ah, met z'n tweeën jongen. Ik kon er even niks meer doen. Ze waren weer langs me gelopen. Terwijl ik geen silence of zo op mijn wapen staan. Dus ik vind het een beetje raar hoe het gaat. Maar er ligt een hive ergens in de map. Waar ik stond. Dus vandaar dat ik ook bleef staan. Dus wat we moeten doen is, we moeten heel eventjes de hive persoon. Oh, dat is een C4. Thanks bro. Ja, lekker bij teammates. Lekker bezig jongens, goed samengewerkt man. We moeten heel veel, de persoon met die hive, die moet even uitgeschakeld worden. Want als die natuurlijk doodgaan, dan verwijdert hij zijn hives gewoon weer, omdat hij niet moet spannen. Dus dan zijn zijn hele hives gewoon weer weg. Dus we moeten hem zo snel mogelijk zien te killen. Holy shit, ik weet niet hoe jij het nog kan overleven. Dankjewel teammate. Dat was raar jongen, die vent nog kan overleven, maar oké. Af en toe gebeuren er rare dingen. Lekker bezig, teammate. We zijn ook gecount UAV'd op dit moment. Dus op zich ben ik dan wel blij dat ik geen UAV aan heb staan. Want dan had ik er toch niks aan gehad. Opletten, jongens. Oei, hij is hard geraakt. Ik kan erop af. Hij is hard geraakt. Oh, trip mij, zie je hem. Maat, echt! Hoe kan je heel de tijd... Tommy! Hoe kan je heel de tijd... Hij kon heel de tijd langs mij sneaken. Of hij staat daar al. Dat kan natuurlijk het geval zijn. Maar dat lijkt me niet. Of hij sneakt echt gewoon heel de tijd zo sneaky, sneaky bastard langs ons, jongen. Dat is niet normaal hoe hij dat doet, hoor. Dat vind ik knap van hem. Mooie stun, Jan. Echt super prachtig. Volgens mij zit ze onder me. Of... Hallo? Ja, kijk, het is... we zijn nu gecounter-reviewd.
Ja, lekker bezig, teammate. Daarom vind ik het een beetje lastig om... oh, de ronde zit erop. Om een beetje in te schatten waar de enemies zijn. Maar we hebben 29 kills erop, wat een mooi aantal is. Crazy Tommy doet het heel erg goed. Die, ja, die is lekker aan het spelen met zijn ferro in zijn handen. En ik weet niet hoe die hele tijd langs me komt, man. Ik ben nu al een paar keer gekilled door hem, terwijl die in mijn rug stond. Precies op deze plek waar de killcam ook is. Maar ik weet niet hoe die langs me sneakt. Maar hey, kan gebeuren. Dan moet ik zelf beter opletten, dan kan ik hem natuurlijk wel zien. Maar het gaat wel lekker, man. Even kijken, teammates pakken denk ik wel aan meteen. Dus ik ga meteen naar B toe. We moeten wel goed opletten altijd bij B, maar... Als het je lukt... Dan kan je ook wel gewoon een paar killings erbij oppakken. Nee, we hebben geen UAV. Kijk, dit, hier baal ik dus van. Als ik nu een UAV had, op dit moment... Uh-oh. Jongens. Ja, dankjewel. Zo, ik ben die hele... Ik was die gozer aan het chasen, jongen. Oh, get wrecked nu, Tommy. Deze keer had ik jou, Tommy. Ik zat al heel de tijd die vet achteraan te rennen, maar... het schoot nou niet echt op. Maar ja, weet je, kan gebeuren. Ik heb hem al, teammate. Ik zou wel opletten als ik jou was, want... Ze zitten nu echt overal. Oké, die is ook dood. Komt er één naar boven, komt er één naar boven. Of niet. Teammate heeft hem. Ja, ik durf niet, want er liggen tripmines. Hij is doorgeland. Dat is Tommy. Tommy! Niet zo sneaky doen, Tommy! Hij is echt sneaky best hoor, eerlijk. Ik kwam ze even niet meer tegen. Dit was echt een lastig stukje. Ik had eigenlijk niet... Ja, die gozer rende door bij de B-vlag, want ik niet... Ik ben mijn lightning strike aan het inroepen, joh, dildo. Die gozer rende helemaal door bij, via de B-vlag, helemaal aan het begin. En daardoor moest ik eigenlijk heel anders lopen dan ik eigenlijk... eigenlijk mijn bedoeling was. Maar als we nu deze vlag kunnen krijgen wat nog goed gaat... Maar ik, nee, niet voor lang, niet voor lang. Wegsnijpt, goeie kill. Goeie kill. We moeten bezig te krijgen, teammates. Lekker, oh, we hebben hem al, nice. Nou, nee. Is dat ook al geregeld? Goed gedaan. Bezig in onze rug. Oh, Tommy is echt sneaky best door. Hij killde me nu niet. Maar hij zat weer in onze rug, die vent. Weer. Ik ben echt benieuwd hoe die vent loopt, joh. Ik moet even kijken. We moeten hem killen. En dan hebben we eigenlijk een vrije loop. Oh, jongens. Ja, daarin loopt hij dus. Oké, rechterkant. Ah, oh, hij is gekild. Hij is gekild. Dan moeten we naar de B-vlag, jongens. Let's go. Hop, stunnetje eroverheen. Ik heb dat stunnetje aanstaan puur omdat ik nog één punt over had van mijn class. Maar we beginnen het een beetje te verliezen, teammates. Ik heb nu meer deaths gekregen dan ik kills heb gemaakt, volgens mij. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En we zijn met UAV. Ja, hij zit nog steeds ergens in onze spawn, ja precies. Ah, ze spelen het nu slim hoor, die vijanden. Want ze hebben heel de tijd die counter-UAV in de lucht hangen. En ik weet ook gewoon niet meer helemaal waar ze vandaan aan het schieten zijn. Maar we moeten bezig te krijgen, jongens. Als jullie allemaal via onder gaan, dan ga ik via boven. Ik ben wel getagd, maar dat is niet heel erg. Lekker bezig. Pak nu B. Pak nu B. Pak nu B. Ook al zitten er enemies, boeit geen reet. Pak B. Lekker bezig, jongens. Oh, hij zag me. Oh, dat was één mooie kill, jongen, van hem. We hebben wel B nu onder onze controle. Zit ook enemy ergens bij A weer? Ah, ze moeten niet... Ja, ze zitten weer allemaal bij B. Dit is echt... Dit gaat nog moeilijk worden, jongen. Ik heb hem van B af, maar ze hebben hem waarschijnlijk nu wel overgenomen van elkaar. Maar ik heb hem weer van B af. Ze gaan weer naar B, hoor. Ze willen echt die vlag hebben gewoon. Ze willen heel graag een potje winnen, die vijanden. Komen via het midden, sowieso. Nee, deze keer niet, jongen. Oh, ik ben gesniped. Niet, laat ze niet B krijgen, jongens. Ik gooi mijn leiding daar. Ik weet niet of die raak gaat, waarschijnlijk niet. Maar dan kan ik in ieder geval even voor wat af... Oeh, nog één killetje erbij. Dan kan ik in ieder geval voor wat afleiding zorgen. We begonnen echt super beast in dit game, maar het wordt steeds moeilijker, joh. Zo, haymaker in mijn face.
Kom halen dan, dankjewel. Zit er weer bij B, ik moet weer naar B toe. In mijn rug. Sorry jongens, ik hoorde jullie lopen, het spijt me zeer. Oh, dankjewel. Oké, lekker bezig, hè? Nu gaan we dit potje wel winnen hoor. 181 over 140. Nou, dat is zo goed als gewoon een win erbij. Oh. Dus we zijn nu wel weer lekker bezig, man. Lekker goed gedaan hoor. Nee, losing E. Oh, losing E. Ik bedoel A. Ik bedoel de A, oh, Kepper. Ik bedoel de A, jongens, niet E. E is natuurlijk... E is niet eens een vlag, man, in Call of Duty. Losing E. Losing E. Ik zat in concentratiemodus. Ga ik altijd poep lullen, jongen. Maar we hebben gewoon een gaten om. Hier zit ergens een Guardian. Snel reloaden. Waar zit die Guardian? Oh, hier zit die Guardian. Komt er nog een. Als ik het goed hoorde. Oh, er komen er nog veel meer. Er kwamen er nog veel meer. Ik heb alsnog 59 kills gedropt hoor. Lekker bezig. Hoppatee. Ik heb wel 16 deaths gekregen. Maar de meeste deaths waren door Tommy. Omdat Tommy liep echt de hele tijd liep op een plek waarvan ik hem niet daar had verwacht, zeg maar. Dus het was wel gewoon een super mooi potje. De enemies kwamen ook nog even terug in de tweede ronde. Eerste ronde hadden we ze sowieso hard gedomineerd. Maar tweede ronde waren ze wel nog teruggekomen. Wij hebben die aanval eigenlijk van hun... kunnen verdedigen. En daardoor hebben we nu alsnog met 50 domination punten kunnen winnen. En ook nog eens met 59 kills. Dus team is heel erg goed gespeeld. Enemy is heel erg goed gespeeld. En dan hoop ik dat jullie hebben genoten van deze video. Gewoon even lekker weer met de XMC gespeeld. Heerlijk wapen te gebruiken. Echt heerlijk wapen te gebruiken. En dan zeg ik thanks for watching. Thanks natuurlijk voor de support. Als we jullie bij waren. En hoop ik ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye mensen.